Ja, en als je zegt samenleven, samenwerken, dan is dit uiteindelijk je beleid. Dit is je ultieme beleid, samenleven, samenwerken. Ik kreeg een brief van een vriend van mij uit Arnhem. Zijn er mensen uit Arnhem toevallig vanavond? Nee, maakt niet uit. Ik speelde laatst in Arnhem, er was ook niemand uit Arnhem. Nee, dus je, nee, maar je hoeft je ook niet schuldig te voelen, weet je wel. Maar het was een stukje interactie. Nou, deze jongen die woont namelijk in een probleemwijk. Zoals jullie weten zijn er dit jaar 40 probleemwijken vastgesteld. Dat was een enorm spannende verkiezing. Ja, hè, mensen moesten buurtgevechten organiseren. En illegale autoraces en barbecues. Nou, en uiteindelijk zijn er dan 40 wijken uitgerold. En hij woont in zo'n wijk en hij woont echt in een behoorlijke probleemwijk. Het schijnt dat deze wijk heeft al 3 keer achter elkaar de Tokkie-bokaal gewonnen. Nou... Ja, dan doe je het goed, toch? Dan doe je het goed. En hij wilde aan mij laten zien wat nou het beleid is. Want kijk, ik weet dat zelf natuurlijk niet, want ik woon natuurlijk zelf in een krachtwijk. Ja. Nou, dat mogen duidelijk zijn, ik woon in een enorme krachtwijk. Waar ze trouwens wel een probleemwijk van willen maken. Ja. Ik ging laatst mijn hondje uitlaten en die liet ik op de stoep schijten. En mensen begonnen echt te klagen. Ik zei, gaan wij nou echt problemen maken? Hier in ons hofje, jonkheer toch? Want zo noemen wij elkaar in de krachtwijk. Jonkheer, mejuffrouw en dat kutkind van hiernaast. Nou, en deze jongen die woont in de wijk Presikhaaf. Presikhaaf, en dat is een probleemwijk, dat snap ik zelf ook. Kijk, ik vind gewoon, als je een wijk een naam geeft... dan moet je toch beginnen om de letters van die naam in een volgorde te zetten. Want Presikhaaf, dat kan niet. Dat bestaat niet, dat is geen Nederlands. Het is niet eens een taal, Presikhaaf. Bij Scrabble is het af en bier halen en nooit meer meedoen. Nimmer, nimmer. Maar dit is toch geen Nederlands? Ook als je ook deelt, een Presik, een haaf, schiet mij maar lek. Ik heb echt geen idee. En ik zeg hier Presik, ik had net zo goed Meckelholt kunnen zeggen natuurlijk. Ligt in Enschede, Meckelholt. Over die, Bennekel. Meningokokken Noord heeft het net niet gehaald. Nou goed, beste bewoners van Presikhaaf. Het ministerie van Vrom is langs geweest om te kijken of uw wijk in aanmerking kan komen voor extra aandacht en geld om zich te ontwikkelen tot krachtwijk. Daarom heeft de minister een bezoek gebracht aan uw wijk, dus inderdaad Vogelaar is dat. Hierdoor heeft de minister zich een beeld kunnen vormen van de problemen en... kansen in Presikhaaf. De minister bezocht het wijkcentrum De Snuffelpaal. Kijk, één dingetje. We wonen niet in Dukstad. We wonen niet in Dukstad. En ik heb dat tot mijn 10e echt gedacht. En gehoopt ook wel een beetje. Maar we wonen niet in Dukstad. En als je Presikhaaf naar De Snuffelpaal moet... Ja, kansloze missie echt. Waar ze onder andere met vrijwilligers en bewoners sprak. Onder andere, hè. Ze heeft natuurlijk ook met een man gepraat die deed dat riep. Ik heb in mijn broek gescheten. Auw, ik heb in mijn broekje gescheten. Daar moeten jullie eens een keer wat aan doen in Den Haag. Maar ja, dat zeg je niet in die brief. Nee, dan maak je onder andere van als ambtelijke taal. Ze heeft een korte wandeling gemaakt door Presikhaaf 2 en 3. Dus er zijn ook nog 2 slechtere versies van deze wijk. Dan kunnen ze echt helemaal niet barbecuen waarschijnlijk. En uiteindelijk heeft ze dan een klein bezoek gebracht aan de wijkwinkel. Dan kun je allerlei leuke Presikhaaf spulletjes kopen, kleine snuffelpaaltjes, dat soort dingen. En ansichtkaarten uit de Aruba, want dames en heren, Joran van der Sloot is toch trotse bewoner van deze wijk. Nou, een betere mascotte kun je je toch niet wensen, hè? Daar komen jullie met je pyromaan echt niet overheen hier in Groningen. Nou, dan is er een kleine toespraak, daar gaat het ook verder allemaal niet om. Het gaat namelijk om het beleid, let op. Voor alle 40 wijken heeft de minister 5 thema's benoemd waarover ze afspraken wil maken. De thema's zijn wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Dat zijn alle thema's. Dat zijn alle thema's. Dit is veel te veel. Maar als je het zo abstract maakt, hoef je namelijk nooit meer iets concreets te doen. Dit is veel te veel. Dit is de reden waarom er nooit één fuck verandert. Doe, dit is alles. En op dag 1 schiep God alles. En hij zag dat het veel te druk was allemaal.
maar ik begin al gewoon simpel, weet je wel. Ik begin al gewoon met twee thema's. Leren en de wijk uit. Ja. En dan moet je eens kijken hoe die mensen ook vrolijker, volgens mij. Maar wat is nou wonen? Dat is geen thema. Wonen. 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 Wat is dat? Wonen. 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 We hebben een W. We hebben een... Wonen. Wonen. Wat? Maar de hele dag op je bed liggen janken. Omdat je ontevreden bent over je eigen mislukte kutleven. Dat is wonen. Dat is wonen. Zolang je dat in een huis doet, is dat wonen. En als je dat huis isoleert, ben je supergoed bezig. De hele dag op de wc zitten en je reet afvegen met de Matthijs omdat het papier op is, dat is wonen. Oh, dat is wonen. Zolang je dat in een huis doet, is dat wonen. Nou, dan niet. Het is de bedoeling dat er een wijkactieplan komt met de belangrijkste speerpunten. Nou ja, dat is logisch. Je moet natuurlijk speerpunten hebben. Zonder speerpunten ben je nergens. Dat weet iedereen. Alles is gewoon gebaseerd op speerpunten. Het hele leven, dit podium ook, allemaal speerpunten. Iedereen weet gewoon speerpunten. Als je net zo goed aan het begin van de brief kunt zetten, luister. Wat er ook gebeurt, komen gewoon speerpunten. Dat iedereen weet, hè, gelukkig, speerpunten. Ja, zonder speerpunten, je bent gewoon helemaal nergens. Nou, en één van de speerpunten is bijvoorbeeld in het probleemwijkenbeleid dat alle werkelozen in de wijk krijgen een persoonlijke begeleider. Ja, dat is een speerpunt. Waarop ik zeg, nou, maak nou de helft van die werkelozen begeleider van de andere helft. En je bent de helft van het probleem kwijt. Maar dat zal allemaal wel weer te concreet zijn, hè? Ook in Presikhaaf gaan wij hierover praten. We gaan hierover praten met bewoners, scholen, buurthuizen, woningcorporaties, ondernemers en gemeenten. Dat is iedereen. Dat is iedereen. Daar komt het op neer, hè. We gaan met iedereen over alles praten. Dat is het beleid. Kom morgen naar de snuffelpaal. We gaan met iedereen over alles praten. Hoe laat? Altijd. Gewoon. De hele dag. Maakt niet uit wanneer je binnenkomt, maar kom altijd. De minister heeft beloofd dat ze elk jaar terugkomt om te kijken hoe het ervoor staat. Dat vind ik een beetje een dreigement. Toch? Ja, dat vind ik rieken naar dreigement. En ik zou misschien ook veel liever in die brief zetten dat de minister kan ieder moment terugkomen om te kijken hoe het ervoor staat. Bedoel, dan maak je namelijk mensen echt bewust van de politiek. Als je dat in die brief zet, gaan mensen echt naar Nova kijken. Van, ah, kijk, hier, daar zit ze. Heel goed. Ja, dan is ze niet hier. Mooi zo. Maar dan gaan mensen echt naar het vragenuurtje kijken op dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Ja, kijk daar. Hier, daar zit ze. Daarachter. Blauwe stoel, dat is Vogelaar. Heel goed. Dan is ze nu in Den Haag. Dat is nog ongeveer 1:03. Dan kan ik snel nog even een wasmachine van het balkon naar beneden gooien. Maar het valt zo tegen. Als dit het dan is, dan valt het zo tegen. Van Vogelaar, ik had daar echt meer van verwacht. Vogel.